Het gebouw van Mies van der Rohe, die de naam draagt van Martin Luther King. En de Bibliotheek van de Toekomst. Die drie aspecten, dat ben ik nou helemaal aan het uitzoeken, hoe dat nou moet. Martin Luther King, he is a man that represents a struggle for all colors of people. The fact that this building, in this place, at the time that this building was opened, just a few years after the assassination, is a real powerful and incredible legacy and history lesson that we shouldn't lose sight of. Mooie proporties. Dan kom je in een hele, kom je daar in een soort mechanowereld die afgesloten is van Mies. I never heard him say less is more. He's quoted as saying that, but I never heard him say that. But he would say, we'll reduce it till it's almost nothing. Maar je kan toch zien dat echt alles wat hij ook zegt, alles is uitgezet op de maat van de stenen. En dit is die verschrikkelijke enge ervaring. Je ziet het hier ook. Ja, dat hij allemaal aan het roesten is. We moeten die gevel vernieuwen. One architectural critic some years ago called this a soul-crushing black cube. And I understand what he was talking about, really. Alle boeken die staan in het daglicht. En de mensen die zitten zonder daglicht. En dat is een hele rare tegenstelling. Weet ik niet, staat het nou in de allereerste originele tekeningen, staan dan ook al die muren er al in of niet? Mies die maakt eigenlijk altijd hele eindeloze horizontale ruimtes. Die stopt hij met een verticaal vlak. Maar ik vind toch dat die muur weg moet. Daarmee wordt de bibliotheek zichtbaarder en dat maakt het gebouw veel publieker. Anything to change the appearance of this building. Yes, yes, yes. I'm all on board. I think Mies expected and appreciated wonderful things to happen within his structure.